beleid, tot woede van de rest van de coalitie. Het manifest werd ondertekend door een aantal prominenten, waaronder deze spiksplinternieuwe lijstduwer van D66. Ik ben voor, omdat het drugsbeleid tot nu toe een falikante, peperdure mislukking is geweest, die miljarden heeft gekost en die ons alleen maar ellende heeft opgeleverd. Het is de hoogste tijd dat we het over een andere boeg gooien. Ja, Peter de Vries, lijstduwer voor een dag. Nou, D66 heeft op dit punt inderdaad volkomen gelijk. Waarom heb je dit ondertekend? Omdat ik dit eigenlijk ook al jarenlang roep. Ik ben 40 jaar misdaadverslaggever en volg al die tijd zeg maar wereldwijd het antidrugsbeleid. En ik denk dat als we één conclusie kunnen trekken, dan is het wel deze. Dat de war on drugs, dat die al heel lang geleden verloren is. En dat het beleid op dat punt eigenlijk gewoon bankroet is. Het heeft nergens toegeleid, ja, tot volle gevangenissen, een verstopte rechtspraak. En het heeft niks opgebracht, want op iedere hoek van de straat is nog drugs volop te krijgen. En we doen ieder jaar recordvangsten in de havens aan cocaïne. Mm. En toch maakt dat helemaal niks uit. We hebben te maken met een enorme vraag in de wereld. En die leidt tot dit aanbod. Wereldwijd wordt er 300 miljard aan drugs omgezet. Waarvan 100 miljard aan cocaïne. En ieder jaar wordt er ook door de diverse politie- en justitiediensten wereldwijd 100 miljard besteed aan de bestrijding. En dat levert helemaal niks op. We moeten het... Dus je zegt, dit werkt niet zoals het nu gaat? Nee. Wat moet er dan gebeuren? Nou, we moeten het over een hele andere boeg gooien. Het wordt nu steeds strafrechtelijk aangevlogen. En dat betekent repressie. De politie jaagt erachteraan. Heeft voor andere misdrijven vaak geen tijd meer. Zitten grote teams op. En als er dan een incident plaatsvindt, een grote drugsvangst of er wordt iemand vermoord, dan roept de minister van Justitie, we moeten, ik ga een narcotica-brigade oproepen. Dat is wel allemaal, wat allemaal niet goed gaat. Maar hoe moet het dan wel gaan? Nou, dus niet meer die repressie en dat strafrechtelijk aanvliegen, maar er veel meer een volksgezondheidsprobleem van maken, waarbij je de accenten en vooral ook veel geld die je nu op besteedt aan politie en gevangenissen en justitie en rechtspraak, besteedt aan voorlichting. Hoe kan het dat we dit als zo'n enorm groot probleem ervaren, maar ik nog nooit van mijn leven bijvoorbeeld bij Postbus 51 maar een spotje heb gezien waarin op de gevaren of de risico's van drugs wordt gewezen, waarbij een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd? Helemaal niet. Maar bedoel je nou vrijgeven en daarbij dus voorlichting, zodat, hè, dus inderdaad pas bij 51 spotje met hoe snuif je correct? Nou, ik zal niet zeggen dat het, nou ja, ik weet het niet, maar dat het nu zo hup bij het overslag de volgende dag helemaal vrijgegeven moet worden. Ja. Dat is natuurlijk een overgangsbeleid. Maar het najagen, het iedere keer weer een blik agenten opentrekken die we helemaal niet hebben. Hè, want dat narcotica-team dat de minister wilde hebben moet politiemensen, ervaren politiemensen van andere teams weghalen die vervolgens weer niks doen. Maar toch begrijp ik het niet helemaal. Dat leidt er niet maar toe. Maar bedoel je nou legaliseren of heb je het daar niet over? Ik heb het over reguleren, ja, en op een andere manier benaderen. Niet alleen maar strafrecht. Maar wat is reguleren? Wat is nou, het? Bijvoorbeeld door inderdaad wel bepaalde dingen vrij te geven. Zoals? Maar verkopen in de supermarkt? Nou, verkopen in de supermarkt. Er zijn natuurlijk nu proeven ook gaande al. Ja. En dat is niet alleen iets wat in Nederland gebeurt, maar zelfs het puriteinse, conservatieve Amerika loopt op wat dat betreft op. Nee, maar ons wat bedoel vooruit. Je? Maar zoals wat? Zoals ecstasy vrijgeven bijvoorbeeld? Nou, ecstasy vind ik bijna een schoolvoorbeeld van iets waarvan je moet zeggen, jongens, waar hebben we het eigenlijk precies over? Die risico's die worden enorm overschat. Mensen die daar enorm tegen te hoop lopen, realiseren zich niet dat als we het aantal doden die te wijten zijn aan roken, alcohol of drugs, dan is het zo dat 98% van de doden zijn te wijten aan alcohol en roken. Hmm. Slechts 2% gaat voor de drugs. En ecstasy is daar dan nog maar een heel klein gedeelte van. Daarom maak ik me ook heel sterk voor alcoholvrij bier. Alleen maar. Ja. Ja, zeker. Heel goed. Ja. Meneer Segers, u bent even achterover geschoven. Maar toch ga ik u vragen. Ik ga voorover, ja. Ja, nee, wat vindt u ervan als u dit allemaal zo hoort? Ik ben het met Peter R. de Vries eens dat het huidige drugsbeleid dat niet goed is. Maar het is niet omdat er een war on drugs is. Die is er helemaal niet. Het is vrij verkrijgbaar.
Je kunt ecstasy kun je bestellen. Je kunt elke coffeeshop binnenlopen en je kunt aan je trekken komen. Er is juist een halfslachtig beleid. En dan sta je inderdaad op een kruispunt. En wat ga je doen? Ga je dan inderdaad reguleren of ga je het bestrijden? Ik vind het een verkeerd signaal als je zegt, het is heel slecht, maar we gaan het wel vrijgeven. Het wordt makkelijker verkrijgbaar. Er zijn 130.000 verslaafden in Nederland. De impact van een drugsverslaving is enorm. En het signaal wat je afgeeft is, het is oké. Terwijl het is niet oké. En je argument dat dat politiecapaciteit vrijspeelt, gaat niet op. 80% van de productie is voor het buitenland. Dat blijft illegaal. Dat zul je moeten bestrijden. Daar zul je achteraan moeten gaan. Dus je lost niks op als het gaat om politiecapaciteit. En het signaal richting jongeren vind ik echt heel... Hoe lossen we dat op, Peter? 80% is voor het buitenland. Nou ja, kijk, hij zegt dus er is geen war on drugs geweest. Nou ja, dan weet ik niet waar u de afgelopen 30 jaar geweest bent. En kennelijk hebben dan ook de opeenvolgende ministers van Justitie, die iedere keer die oorlog wel verklaard hebben en nieuwe teams en hogere straffen hebben uitgeroepen en nieuwe wetten daarvoor hebben gemaakt, dat moet u aanspreken, die hebben dan kennelijk uit hun nek zitten kletsen. En we zien het natuurlijk, hè, de Verenigde Staten heeft natuurlijk echt een enorme war on drugs gevoerd die miljarden en miljarden heeft gekost en nog 100 miljard per jaar. En het heeft gewoon tot niets geleid. Maar dan even dat punt van die 80% wat wij hier maken in ons fijne landje gaat naar het buitenland. Ja. Dus ja, straks... Ja. Als is dat een reden om dan hier niks meer te doen? Nee, maar als je het makkelijker maakt om het hier te gebruiken, et cetera, dan denk je misschien nog meer dealers. Ik denk dat je moet werken aan de voorlichting. En op het moment dat je dus proeven toestaat en reguleert, zal de kwaliteit toenemen, zal de prijs zakken, waardoor het ook voor de onderwereld krijgen wij minder nog, misschien interessant nog is. Meer mensen uit het buitenland die denken, ha, daar kan je een goede kwaliteit drugs kopen. Ja, nou ja, als je denkt dat je daardoor niks meer hoeft te doen en de gevangenissen die stromen nog steeds vol met mensen die gepakt worden en je komt politie tekort voor allerlei andere dingen. Als je denkt dat je met dat beleid door moet gaan, ja, dat leidt dus tot niks. Hoe vaak ik al niet een minister heb horen zeggen, de grens is bereikt. We gaan het nu hard aanpakken. Ja. Nou, ik zal een wetje met je maken. Als we zo doorgaan zoals we dat nu doen en we trekken weer een blik agenten open en horen we gaan nog harder straffen, zitten we over 5 jaar hier weer en is er niets, maar dan ook niets veranderd. Ja, synthetische drugs, de omzet daarvan is 20 miljard. Dat is meer dan Albert Heijn, dat is meer dan de omzet van Philips. Ja. Zo groot is het. Ja. En wat jij denkt, is dat als wij nou maar een voorlichtingsfilmpje, Postbus 51, uitzenden, zeg joh, doe een beetje rustig aan, dat het minder wordt. Aanvaarden. Het grootste deel gaat over de grenzen, dus voor andere landen. En dat komt omdat de hele wereld gebruikt, meneer Segers. Ja, precies, en dat is kwalijk en dat moet bestreden worden. Ja, dat is kwalijk, maar dat is de werkelijkheid. Er wordt 300 miljard aan drugs omgezet. Daarvan kan je niet meer zeggen, we moeten die individuele gebruiker, want daar is die minister van Justitie ook sterk in, om die de schuld te geven. Ja, als je dat pilletje slikt op die party, dan ben jij schuldig aan de ondermijning en noem maar op. Ben je mede verantwoordelijk. Dat gaat dus nooit werken. Als u dat denkt, leeft u in dromenland gewoon. Iedere werkdag gaat er iemand dood aan drugs in Nederland. Ja, ik zal u vertellen. Dat is de werkelijkheid. Ja, en zal ik u eens wat vertellen? Elke dag gaan er 15 mensen dood aan het gebruik van alcohol. En wat doen we met alcohol? 15. Ja, en wat doen we met alcohol? Dat is gewoon vrij verkrijgbaar. Wat doen we met alcohol en wat doen we met roken? We gaan de grens verhogen. Ja. We gaan de drempel verhogen. Ja. En wat doen we hierbij? En de overlijden, meneer Segers, de overlijden in Nederland aan roken, 20.000 mensen. En dus voeren wij de strijd tegen roken. En daar haalt u gewoon alleen maar de accijns. Maar hoe dan? Doordat de accijns omhoog gaat, doordat de verkoop naar beneden gaat. Ja, de inkomsten van de staat omhoog gaan. En van mij mogen we verder. Maar de veranderingen die wij bij roken hebben doorgevoerd, die zijn enorm. En het roken gaat omlaag. Deze staatssecretaris, toevallig van mijn club, heeft gezegd, ik wil een oorlog tegen roken. Dan voeren we een oorlog tegen roken en dan zeggen we tegen drugs, dan gaan we Postbus en sport uitzenden. Als je echt een oorlog tegen roken wil, moet je het verbieden. Maar roken, de sigaretten of wat dan, tabak en alcohol zijn vrij verkrijgbaar. Ja. Mm-hmm. Het gaat nu om dat drugs dat wordt, misschien ook. En dat vrij maken we steeds moeilijker. Ja, maar, en dan gaan we bij drugs. Nee, maar het gaat niet meer over de verkrijgbaarheid. Want ze strijden tegen de verkrijgbaarheid van drugs. Bij mij in de straat zijn twee koffieshops. Ik kan alles kopen wat ik wil.
Het is vrij verkrijgbaar, maar er zit een hele misdadige toestand achter. En volgens mij strijden ze daar eerder tegen. Tegen wat erachter zit, de handel. 40 jaar lang en is dat volgens mij meer het probleem. En u denkt dat het nu ineens volgend jaar of de komende 3 jaar wel gaat lukken? Maar ik vind het volstrekt naïef om te denken dat als we het vrijgeven, dat op dan is, dat die criminelen dan opeens verdwijnen. Het is natuurlijk een complex van factoren. Wat ik zeg, is dat we een andere aanvliegroute nodig hebben. Dat de repressie gewoon helemaal tot niks geleid heeft. En dat we er dus anders naar moeten kijken. Meer een ontmoedigingsbeleid voeren. 15 jaar geleden vond iedereen het heel normaal dat er in een vliegtuig werd gerookt. Ja. Werd er gevraagd, wilt u roken of niet roken, meneer? En als je nu zou roken in een vliegtuig, vindt iedereen het belachelijk. Nou, laten we nou eens die mindsetverandering proberen te creëren als het gaat om drugs, in plaats van alleen maar... Wat is er op tegen om Postbus 51-spotje over wat cocaïne met je doet, over wat pillen met je doen? Wat staat tegen? Ik vind het bizar dat je aan de ene kant zegt het is heel slecht en vervolgens gaan we het reguleren en gaan we de drempel daartoe verlagen. Maar het is overal, dat verlagen. Weten we ook. Het is ja, en ik vind dat dat bestreden moet worden. Ja, als je ziet hoeveel doden er vallen, hoeveel verslavingen er zijn... Dat is een fractie van roken en alcohol. En ik ben voor de strijd tegen roken en alcohol. Ja. Geert Wilders vond er ook wat van. Die stuurde even een klein tweetje de wereld in. J66, Junkies 66. Ja, meneer Segers, het gaat over uw coalitiegenoot. Ja, we zijn hele verschillende partijen, dat blijft al. Dat ja, blijkt maar al, wat vindt u hiervan, Junkies 66? Klopt dat een beetje? Het is met een knipoog, denk ik. En kijk, ik wil me niet achter anderen verschuilen, maar alle mensen in het veld, de experts, die hangen dit... Nee, dat is niet waar. Dit aan. Ja, het zijn alleen maar politiemensen en politici die altijd in dezelfde reflex schieten. Nou, en zeggen van, maar een extra narcotica. We gaan vast nog veel meer horen over dit manifest. Ja. Dankjewel, Peter de Vries. Het is aftellen geblazen voor Songfestival.